Yo mensen, welkom bij een gloednieuw spel. Het heet X-Dev Fun of zoiets. Het is in ieder geval het nieuwe schietspel. Ik ben even de naam helemaal kwijt, maar X-Devon. We hebben drie keer een iemand met een zeg maar shield. Wat je hebt, dat is ja wel nice, maar is het een geniaal shield? Zou ik ook niet 1, 2, 3 durven te zeggen. Ik wil dit wapen, want dat, nee, ik wil toch weer twee. Wapen die ik had. Sorry. Voor jullie oren. Ik had even kriebelhoest. In ieder geval, ik ben Noah. En ik neem dit een keertje op. Gewoon voor de gein. Het is een nieuw spel. Wat ik net al zei. In ieder geval, hartstikke bedankt voor de 443 abonnees. Echt, ik wist niet dat ik het zo goed kon krijgen. En met zoveel abonnees kon krijgen en gelijk ook al zoveel mensen die verliefd waren om te kijken. Echt hartstikke fijn. Mijn doel is nog om deze maand zoveel abonnees erbij te gaan halen. Want ik ben binnenkort jarig. 12 juni ben ik jarig. En dan wil ik een livestreamje gaan doen op mijn verjaardag. Wat misschien wel leuk zou zijn. Ook voor jullie allemaal. En ik dacht van, misschien is het dan leuk als ik dan die zoveel mensen heb al en zoveel abonnees heb gehaald op mijn verjaardag. Dat lijkt me zo gaaf om te hebben. Is dat mogelijk? Als dat niet mogelijk is, moeten we het maar kijken. En sowieso, ik ga sowieso live. Maar het doelpunt is de 450 abonnees en misschien uiteindelijk nog zelfs de 500 te halen. Met een 12 uur livestream. Dat wil ik sowieso gaan doen. En dat is gewoon ja, het doel. Want mijn kanaal hiervoor die, is helaas verwijderd. Ooit door iemand. En ik had heel veel abonnees erop. En ik baalde echt nog steeds van. Dat ik al die abonnees kwijt ben. En dat is heel jammer. Maar we zijn nu weer gelukkig met het beste kanaal. Die ook best wel doorzet. Nu met ook een betere PC. Vroeger had ik echt een heel oud school PC'tje. Die kwam ook letterlijk van mijn school af. En ik mocht hem toen ja, eigenlijk hebben. Gewoon gratis. Volledig gratis. Maar het was echt waardeloos. En nu hebben we tenminste een betere PC. Die tenminste wel zijn dingen voldoet. En ik weet niet of hier mensen zitten zo. Maar het zou vast wel. Dus in ieder geval een beter gaming PC. Met een nieuwe RAM-stick erin. Ik heb vandaag mijn nieuwe RAM gehaald. Ik had eerst maar 16 GB RAM en ik heb nu 32. Dus dat is ook een heel stuk ander verschil dan de games hiervoor. Ik heb hiervoor alleen maar 16 gehad en nu gewoon 32 GB RAM. En ik merk wel gewoon echt het verschil erin dat het een stuk soepeler loopt. En ook een stuk fijner loopt. En het is ook gewoon mooi. Alleen ik merk wel dat het hele andere RAM-sticks zijn dan dat we denken. Maar in ieder geval, ja, het is nog steeds de beste PC die je kan hebben met de 4060. En gewoon een goede RAM erin, gewoon DDR4. Kijk, je hebt DDR5 nu tegenwoordig, maar dat is gewoon niet te betalen, vind ik. Dat is echt heel duur en dat is ook voor mij te overkill. Ik vind DDR4 vind ik al best. En ik haal gewoon mijn specs eruit die ik eruit moet halen. En die haal ik er gewoon fantastisch goed uit. Alleen er zitten heel veel snipertjes in dit spel nu. En dat is wel vervelend. Ik ken deze map niet uit mijn hoofd. Ik heb deze map nog 0 keer gespeeld. Maar hij is ja, prima te doen. Het is echt een leuk spel. Het is ook een gratis spel. Dus als je het een keer leuk vindt om te spelen, download het gewoon lekker. Het is helemaal free. Dat is wel echt heel chill dat het helemaal free is.
Ja, ik heb even gelijk 2 kills achter elkaar. 2 of 3 kills had ik net. Ik weet niet hoeveel, maar wel iets met meerdere kills. Ik had net een potje opgenomen. Ja, werd ook heel veel ingedaan. We hadden ook best wel een heel groot stuk al gedaan. Alleen het lulligste was daaruit. Het geluid was niet goed. Het was niet hard genoeg, mijn geluid, zeg maar, van mijn stem om te horen. Mijn stem was heel zacht. En dat vond ik heel jammer. En dat vond ik echt heel jammer zelf. En nu hoop ik dat mijn stem wel wat harder is. En dat je me nu wel beter gaat horen. Want net was ik echt heel zacht. En ik zag, zeg maar, bij het editen zag ik niet die grafiekjes. Ik kijk altijd eventjes of de video goed gelukt is. En dan hopelijk hem altijd gelijk op dezelfde dag nog te kunnen editen. Vaak. Dat is wel altijd mijn wens. Om nog te kunnen doen. Zeg maar. En uiteindelijk ook gewoon verder met YouTube te gaan erin. Ik ga binnenkort ook live op TikTok. Wou ik vandaag eigenlijk gaan doen. Maar ik denk dat ik dat morgen ga doen. Want morgen heb ik dan ook mijn video online staan. En dan kan ik ook gewoon lekker op TikTok een beetje online gaan. Op ja, TikTok gewoon. Ah, dat is echt naaiend. Dit is helemaal daar. Ze zitten echt te campen, maar we zijn er bijna. We zijn er echt letterlijk bijna. En we hebben hem net ook al binnen 6 minuten gehaald. En dat was echt. Nou, dit vind ik echt het leukste gamepje wat er is. Je hebt meerdere games, maar die vond ik niet zo heel erg bijzonder. Ik vond deze dan wel echt leuker. Deze vond ik dan wel echt een van de leukste games. Alleen, je hebt van die spinnen en je hebt soms van die drones. En die drones zijn heel gemeen. Maar die spinnen ook. Maar je hebt ook vlammenwerpers. En die vlammenwerpers zijn nog irritanter. Want die ja, doen het eigenlijk best wel heel sterk in iemands gezicht. En dat is gewoon dan niet heel fijn. Kijk, en dit is ook wel heel naaiend, want ze zitten echt allemaal te campen op dat stukje. Echt allemaal zitten ze te campen op dat stukje. En dat is gewoon heel gemeen, ze zitten allemaal daar te campen. Van als ze nou gewoon even achter ons op een andere plek komen, in plaats van allemaal daar. Heel leuk. Als ze hun vriendjes een beetje te gaan lopen gamen en lopen te spelen. Maar we hebben hem gehaald, jongens, we hebben hem gehaald. Ik zit ondertussen lekker aan mijn bakje koffie. Dus dat is ook wel even lekker. En ik wil een keertje een andere skin gaan pakken. Kijken wat ik. Ga deze een keertje pakken. Ik ken deze niet. Dat zijn allemaal andere skins. Geen idee welke het zijn. Ik ben benieuwd. Je hebt geen spinnen ertussen in ieder geval nu. Dat vind ik ook wel fijn. Maar ik hoop niet dat hun ook die spinnen hebben. Dat is echt heel vervelend als hun die spinnen hebben. Die spinnen zijn echt heel vervelend namelijk. En zeker weten als wij die spinnen tegen moeten gaan houden. Dan zijn ze niet echt van baas leuk. Een mooie carousel is dit in ieder geval wel. Dat zeg ik heel eerlijk. From delivering the package faster than we did. Oké, ze kunnen jou wel killen, maar jij kunnen hun niet killen. Ja, goed spel. Gewoon goed spel. Meer kan ik er niets voor zeggen. Goed spel. Nou, in ieder geval, we gaan gewoon lekker pushen naar hun toe. We gaan zorgen dat ze het lekker niet kunnen winnen. Oké, shotgun is dus ook heel overpowered. Dat is wel vervelend dat ik dat nu weet. Dat al niet, dat is juist alleen maar chill. Maar ze hebben hele overpowerende wapens en dat vind ik wel minder leuk. Oké, daar zat er weer een. Ik had er net eentje dood trouwens, dat was heel chill.
Dat is echt wel fijn. Alleen ze zijn gewoon, ja, goed. Het zijn waarschijnlijk mensen die het al vaker spelen. Mensen die het dus ook meer spelen dan wat wij doen. En ook gewoon mensen die het ook, ja, meer talent erin hebben in dit spel. En dat is gewoon, ja, het vervelendste van, je weet niet hoe mensen zijn. Net zoals in Warzone. Je hebt mensen die heel goed zijn, je hebt mensen die heel slecht zijn. Nou, ik zit er een beetje tussenin. Daar zitten we iemand te campen met zijn snipertje, heel sneu. En dat vind ik wel irritant aan dit spel. Mensen lopen te snipen en echt heel sneu te spelen. En dat vind ik gewoon heel jammer soms. Van die mensen denk ik ook van, ga gewoon legit spelen. En net zoals daar gaat er iemand zo heel smerig lopen campen achter. Achter zo'n muurtje. Dat vind ik niet zo heel leuk. En dan denk ik ook bij mezelf van, waarom speel jij dit spel? Net zoals hier, deze mensen. Waarom speel je dit spel? Ze hebben wel heel veel mensen eruit gehaald die hackten. Dat merkte ik wel. En dat heb ik ook gehoord van mensen. Er waren heel veel mensen aan het hacken. En die hebben ze eruit gehaald, zeg maar, dat die mensen het niet meer konden doen. Maar ben er niet echt van gemerkt dat ze niet meer opgeschoten zijn. Dat er mensen eruit zijn gehaald die hackten of zo. Ik heb juist het gevoel gekregen dat er juist meer mensen in zitten die juist hackten. En gewoon ook echt legit mensen die hacken. Oké, dat was heel nice. Haha, je bent dood. Dat is leuk. Proberen ze mij te killen, maar ze zijn ook dan dood. Dat vind ik altijd wel grappig om te zien. Ik hoop dat wij die 1 minuut even volmaken met dat ze eventjes nu niet deze kant op komen. Oké. Oké, die zag me dus lopen hier. Dat is wel heel jammer. Dat is jammer. Ik vind het wel jammer, zeg maar, als jij schiet, dat je dan gelijk doorzicht, dat je dan je onzichtbaarheid kwijt bent. Dat is wel weer heel jammer. Oké, deze zit heel dichtbij hier. Haha, hij is dood. Ja, maar voor de rest, ik heb niks op te merken van dit spel. Voor de rest is het totaal niet slecht. Het is gewoon een prima spelletje. Het werkt best prima. Maar ik zou niet zeggen van, ik laat dit een heel beroemd spel worden of zo verder. Kijk, hun hebben nu bijna 28, wij hebben bijna gewonnen. Dus hun hebben heel weinig nog ja, te kunnen doen. Ze kunnen die hond wel hierheen halen. Ze kunnen die hond hierheen brengen. Maar gaat dat hun lukken? Dat is even de vraag. Dat is even hun vraag. Gaan ze die hond nog binnen 10 seconden nog kunnen redden? Ik denk het niet. Ik denk dat wij gewonnen hebben, jongens. Ik denk dat wij zometeen gewonnen hebben. En wij hebben gewonnen. Hun hond is uitgeschakeld. Wij hebben gewoon gewonnen. Wij hebben gewonnen, jongens. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Het doel is nog steeds de 450 abonnees. Maar het hoogste doel is 500. Kunnen we dat misschien nog gaan halen voor 12 juni? Zou heel chill zijn. En dan zie ik jullie bij een livestream, of op TikTok, of op YouTube, of bij een nieuwe video. Laters!